De infrastructuur in het district Marowijne moet hoognodig worden aangepakt. Liever vandaag dan morgen. Een oproep van de hoofdkapitein Ricardo Pinas van Petondro in gesprek met onze nieuwsdienst. Pinas gaf een uiteenzetting van de gebieden die problemen hebben met de slechte wegen naar de dorpen toe, die dringende aanpak behoeven. Dan pleit ik voor Apasina Wahati, Apasigua Langauku, Apasigua Tamarin, Apasigua Malokokondre, Apasigua Lantiwi. Nou, heel big gebied. En dus maar wang go tam baka scoro dape. Maar if de passie no city, dus maar no man go baka. If telecommunicatie no del exam de, dus maar no wang go baka. If scoro de ay dry boom, a passie boom, dat dus maar go baka de chota. Dat is tak de dorp ook kom baka. Weet u, maar omdat a infra de passie no city, dat wal dorp, dus maar nee go scoro e dry, man e dry so boom. Een project is een fabrikant gaan naar alle de tradorp, dan abode wan heel veel lichting. Want dat internet onderwijs, weet u, een lange afstand onderwijs, maar kans daar ook zo. Vaak, dus maar ik kijk net op de districtelingen, de goede niet aangesproken hoor. Maar, nou om mijn pinters mag ik uit de district, dus trouwens aan niet. Pinas geeft verder aan dat hij erop aandringt dat de beleidsmakers zich aan hun woord houden. Ze moeten doen wat ze hebben beloofd. Dat is de mening van de hoofdkapitein. Want na Asan, dat na Asan sades ma e hoor vastak. Ey, ibetak yo duso, yo duso. En if dat nee kon, dat is mijn last briefie. In Afghanistan 20.000 sani. Weet u, we hebben elk jaar hoorzittingen. Maar if 5 jaar geleden. Of 10 jaar geleden, als ze aan de smaak bij actie nood doen. Hoe zei de horen hoorzitting, aan jaren is bakka. Hoe kon kaarten de Samsani aan en ook toe, hoe las om mijn money naar zo'n hoorzitting. En voor dat vijfje, dan wens na 3 jaar, hoe klaar toe, dat bakka dat we horen hoorzitting bakka. Dat nam je mening jaren. En af de eens na mij, maar even weet ik voor ABC, dat nog klaar is, daarvoor kan beginnen dat ik die. Dat was hoofdkapitein Pinas, die meent dat iedereen van Marowijne last ondervindt van de slechte infrastructuur en hoopt dat de regering oor heeft voor de problemen van het gebied.